Het ministerie van Openbare Werk heeft niet voldoende machines om werkzaamheden uit te voeren. Volgens minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken, dan zal er langzaam een traject ingezet worden om machines aan te kunnen schaffen. Het probleem in Paramaribo is het tekort aan medewerkers, wat in de andere districten niet het geval is. Ik voer u terug naar dit moment. Het financieel plaatje voor het ministerie van OW voor tot 2025 is bekend. Het was maar vanaf 2020 bekend. En daarom was ik al heel vroeg begonnen met een programma van zelfwerkzaamheid, boetes introduceren, intrekken. Je weet dat impopulair beleid is, een hard beleid, maar het is impopulair, maar je moet het doen. En een tweede ding wat ik toen had gezegd is, we kunnen niet veel aanbesteden, we gaan proberen langzaam ons eigen machinepark uit te breiden. Dat had ik toen gezegd. Dat is gebeurd. Elk jaar kopen we langzaam wat eigen materieel en materiaal. Concreet, we hebben dit jaar weer extra broodschotters gekocht, dus landelijk voorzien we dat. Daarom zie je dat er landelijk veel progress is gemaakt op Berm. Maar we kopen ook eigen tractoren. Voor 2022 hebben we 2 eigen tractoren gekocht. Ze zijn weliswaar laat geleverd. Voor 2023 worden extra tractoren en graders gekocht. Dus jullie gaan het, de buurten zullen het merken. En we zullen dit vooral in de buurten inzetten. Dat is die duurzaamheid. Want dan kunnen wij 24 uur werken. Wat ophaal betreft hetzelfde. Ik heb ook aanvraag gedaan bij donorlanden voor machines. Want machines is vooral de grote operatie van OE. Dus je gaat het merken. Minister, aanvullend op wat dingen dat jullie over zullen gaan tot aanschaf van machines. Ja. Wat hebben jullie nu wel in huis? Nu hebben wij in huis bijvoorbeeld 9 poklines. Geen enkel grasmaaimachine. We hebben brushcutters. En we hebben 1 grader. En 2 tractoren. En 2 mini pickups. Dus vrij ernstig. Dus we hebben besloten, besluit is vorige week genomen, dat we overgaan tot extra graders, extra maaimachines. Met de poklines gaan we nog niet uitbreiden, gaan we even zo houden, efficiënt omgaan. Grote zanddruk, waardoor we zand kunnen vervoeren naar straten. Nu huren wij, laat maar dat wel zeggen, nu huren we. Ja, dat huurgeld ga ik nu opofferen om eigen materiaal te kopen. We gaan niet 100 dingen kopen, want dat kunnen we niet onderhouden. Dus de limiet heb ik vastgesteld. Het zal niet geweldig meer gaan worden. Dit is wat we gaan kunnen onderhouden. Want dat moet je ook doen, anders heb je er niets aan. Wat zei? OW had het al eens. Ja. Vroeger had OW, maar niet OW alleen. Alle districtscommissariaten hadden hun eigen grader tractor. Die waren er vroeger. Ik denk hooguit liever 1 of 2 nog bij de distance. Alles is afgeschreven of kapot. Die zijn, dus die hebben we nog. En voor die werken nog. Ja. Dus dat systeem bestaat er nog. Alleen, in Saramaka bijvoorbeeld bestaat dat systeem er nog. En werkt heel goed. Ze gaan met hun eigen vervoer en doen het heel district. In Nikeri doet men dat ook. In Kamerwijnen doet men dat ook. We hebben nu in elk district 1 bus gezet. Je weet, die bussen die waren verdeeld. Die hebben we ingetrokken. En die zitten nu bij de OW-kantoor. En daarmee kunnen ze die arbeiders zetten op plekken. Dat gebeurt nog steeds. In Paramaribo, Wanica, moet je rekening houden, de cultuur is een beetje anders. Maar een tweede belangrijk ding is, juist hier hebben wij geen arbeiders. In Paramaribo, Wanica. De districten hebben 300 man. Die waren door de vorige regering in dienst genomen. Om wat vreemd ook. Maar in Paramaribo, Wanica had men dat niet gedaan. Hier heb ik juist geen arbeiders tussen aanhalingstekens. Geen veldarbeiders. Alleen dat kleine groepje die de stad onderhoudt, de binnenstad. Dat is makkelijk als ja, minister gaat 500 mensen aannemen. Of 300 voor Wanica, 300 voor Paramaribo. Maar je ziet, ik ben heel voorzichtig. Ik zou het kunnen doen. Vanwege die nood. Maar ja, ik zit ook met het ambtenarenprobleem. Want die ambtenaren in de districten, die hebben juist weinig werk. Ik heb juist weinig tools daar. In feite wil ik ze brengen naar hier, maar dat wil ik ook niet doen. Dus ik heb een personeelsambtenarenprobleem waarmee ik voorzichtig moet zijn. Maar ook een managementprobleem. Dus we zijn bezig na te denken hoe dat gaat.